Staande voet. Waarom? Waarom? Nou, zou ik vertellen. Ja, dat vind ik wel interessant. Ja. Ja. Er kwam een nieuw soort koek. Ton, kom hier zitten. Er kwam een nieuw soort koek en daar moesten wij inwerken. Maar dat ging heel langzaam. Maar ook nog per stuk. Dus hoe sneller dat je deed, hoe meer geld dat je kreeg. Dat was toen de tijd. Ja. 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 Nou, en toen hadden wij dan een uur aan die koek gewerkt. We mochten niet praten. We waren ongeveer aan zulke tafel. Stond er een schot tussen, net als bij een tennistafel. Oh, ja. Een schot stond er tussen. Ja, ja. Ja. Ze had wel een spleet onder. Hadden wij zo'n inlegpijl gebruikt, ik dan. Om Nelly met Ton, die tegenover mij stond, te zeggen van, we hebben een uur over deze koek gedaan en maar 30, 40 cent verdiend. En dat, wat doet zij nou? Zij pakt dat vel en dan legt ze in een koek. En dat kwam toen bij mensen terecht die koek kochten. Oh. En die lazen dat en die dachten, ja, maar dat is te gek. Ja. Daar gaan we werk van maken. Yes. Dus, toen moesten wij nou een week of zo allemaal op kantoor komen, die mesjes van de koek. Ja. Allemaal de handtekening zetten. Ja, ze zagen het al heel snel. De dat ging af, ja, of zo. En hup, gelijk op. Ja, door de mand gevallen. Ja, ja. Ook gelijk ontslagen. Was dat eigenlijk een grap? Nee, dat was geen grap. Dat was echt. Nee, dat bedoel ik niet. Maar hoe was dat erin gekomen? Dat door een grap? Nou kijk, ik had dat papier onder die schot deur geschoven omdat we niet mochten praten. Maar ik wilde dat toch nog wel te weten. Nou, en dus ik schreef op de inlegvel van we hebben een uur over deze koek gedaan en maar 40 cent verdiend. Dat was natuurlijk veel te weinig voor de norm, hè. Want toen waren er nog geen minimumlonen of zo. Nee. Die koek die werd die ging met de vrachtwagen mee naar de winkels toe. Ja. Die werd gekocht. Maar het is niet met opzet erin gedaan. Nee, ja, eigenlijk per ongeluk. Zij gebruikte dat inlegvel. Ja. Oh, zo. Want zij stond ook diezelfde koek in te pakken. Ja. Ja, en zij pakte dat vel dat ik onder die plank door had geschoven. En dat gebruikte ze gewoon als inlegvel. Ja. Je hebt waarschijnlijk nooit de tekst gelezen. Nou, hij werd op school, of op school, op kantoor. Hij moest allemaal op kantoor komen. Dat begrijp ik, ja. En toen bleek dat ik het gedaan. Ik had het ook gedaan. Ja, ja, ja. Daar kon je niet onderuit. En toen was u 16 jaar? Ja. En toen eraan ben u ergens anders gewerkt? Nou, toen was de Volt hier gekomen. Oh ja. Hè? Dus ik dacht, nou, dan ga ik bij de Volt solliciteren. We moesten ook allemaal bij Flora op de Neuvel. Daar kwamen de mensen bij elkaar om te solliciteren. Ja. En dan vroegen ze ook waarom bent u ontslagen. En ik zei, ja, dat is een heel verhaal. We willen het graag worden. Want er werd om gelachen, jongen. Yeah. En ik om zo'n onbenulligheid mijn ontslag kreeg. Want het was gewoon waar. Yeah. Ik had geen leugen opgezet. Het was gewoon, maar ja, normaal doen ze zoiets natuurlijk niet, hè. Maar u bent wel aangenomen bij de Volt. Ik werd bij de Philips aangenomen, maar toen kwam hier ook Chamin. Ja, ja. Op die hoek, hè, onder die toren, was ook Chamin. Nou, en bij de hoek was ik weer dan een stukje koek, dan een stukje dit, dan weer een leek chocolade. En bij de Philips, daar viel niks te snabbelen, en moest je zelf van huis. Ja, ja, ja. Dus ik had een honger heel de dag, verschrikkelijk. Ik zeg tegen ons moeder van, moeder, ik ga je naar Chamin toe, ik neem een ontslag bij de werk en het gebeurt niet. Dat, ja, moeder, ik ga wel, want bij Chamin kreeg je een fiets. Als je dan begon te kregen een fiets, echt waar, niet fiets. Dus ik er dan naartoe. Dat was ik. En toen ik werd aangenomen, maar ik moest wel eerst mijn ontslag indienen, bij de Volt natuurlijk, hè. Maar ik kreeg mijn ontslag niet. Nee, dat is maar een paar weken, zegt die mevrouw. Dan ben je er al gewend, echt niet kan snoepen. Zodoende ben ik dan tot mijn trouwen toegebleven. Oh, oké. Ja. Want toen wilde ik mijn ontslag weer nemen, omdat ik er heel wat honger had.